De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft 30 artikelen. En ik denk eigenlijk dat van die 30 artikel 28 het allerbelangrijkste is. En in het artikel staat: en ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde dat daarin de rechten en vrijheid van de verklaring gerealiseerd kunnen worden. Dat artikel 28 is altijd een beetje genegeerd en een beetje ondergesneeuwd geraakt, omdat iedereen wel begreep, en zeker de politieke machten begrepen, dat als je dat werkelijk serieus zou nemen, dat dat ingrijpende gevolgen zou hebben voor de maatschappijvorm. Want iedereen realiseert zich natuurlijk dat binnen een dictatoriale, totalitaire of ook roofzuchtig kapitalistische maatschappijvorm die mensenrechten er maar bekijkt vanaf komen. Op dit moment wordt er in allerlei verschillende openbare debatten gesproken over het nieuw inrichten van onze maatschappij. Er zijn de voorstellen van de voorzitter van het World Economic Forum, Dr. Klaus Schwab, die denkt aan een vierde industriële revolutie. Er zijn uit de perspectieven van Nijenrode collega Bob de Wit, die spreekt over een alternatieve lokale gemeenschap. En ik denk dat het probleem met al die voorstellen en al die perspectieven is dat ze allemaal zullen gaan leiden aan hetzelfde euvel. Namelijk de bureaucratisering. Wij zijn als mensen dieren die instituties maken. Geen enkel andere dier doet dat. Wij maken voor voeding maken wij een voedselindustrie. Voor gezondheid maken we ziekenhuizen, klinieken. Voor onderwijs maken we scholen en universiteiten. Institutionaliserende dieren. En het opvallende is dat die instituten eigenlijk altijd dezelfde vorm krijgen. De bureaucratie. En dat vanaf het grote rijk van de Persen en de Egyptenaren en de Romeinen tot aan het 19e eeuwse Duitse postkantoor en de 20e eeuwse Verenigde Naties en andere internationale instellingen altijd weer de basisvorm is, de bureaucratie. Namelijk een hiërarchische inrichting waarbij vooral geleund wordt op regels en protocollen. En in het centrum daarvan vinden we reeksen anonieme klerken, waarschijnlijk in de wereld miljoenen ambtenaren, die voortdurend met papier in de weer zijn. En die dat allemaal doen om alles wat in de samenleving gebeurt te controleren, te registreren en een beetje mee te sturen al naar gelang de belangen van de dominante elite. En ik maak me er dus een beetje zorgen over dat met al die schitterende plannen voor alternatieve samenlevingen en revoluties het tenslotte toch weer zal uitlopen op de vorm van de bureaucratie. De bureaucratie is daarom ook zo bijzonder omdat het daarin eigenlijk niet meer gaat om ervaring. Het gaat in het bureaucratische ziekenhuis niet meer om hoe goed de dokter is, maar hoe goed hij of zij de regels volgt. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Het gaat er niet meer om dat je een ervaringsrijke, inspirerende onderwijzer hebt, maar dat die onderwijzer precies weet welke vakjes hij moet invullen op het formulier. Want we willen dat allemaal graag rationaliseren en controleren. Dat geldt voor alle niveaus. Dat geldt ook voor een organisatie als de Verenigde Naties. Door en door bureaucratisch. En daardoor ook eigenlijk altijd met een tintje absurditeit. Want binnen de Verenigde Naties is het dus mogelijk om een raad voor de mensenrechten te hebben waarin lidstaten zitten die op grote schaal de mensenrechten schenden. En bovendien, denk het aan die internationale organisaties. Die hebben eigenlijk met al hun high-ranking task force, met al hun commissies, met al hun experten, nog nooit een oplossing gevonden voor het probleem dat meer dan 1 miljard mensen in de wereld geen schoon drinkwater heeft. En dat er elke dag meer dan 10.000 kinderen doodgaan aan ondervoeding. En dat met alle toppen, alle summits van de Verenigde Naties, de CO2-emissies bepaald niet lager zijn geworden. Een speciaal probleem daarbij is ook nog dat in de bureaucratie er meestal een elite is van klerken en ambtenaren die vooral hun eigen groep bevoordelen. We hebben daar natuurlijk in Nederland met de belastingaffaire een goed voorbeeld van gezien. Maar we moeten ons realiseren dat je kunt je wel willen bevrijden van de bureaucratie, maar zo eenvoudig is dat niet.
En David Graeber heeft daar een ontzettend aardig boekje over geschreven. The Utopia of Rules. Eigenlijk zien we de wereld met regels toch als een soort van utopie. Want we kunnen wel bedenken dat die regels waarschijnlijk ontworpen zijn in een krankzinnige gesticht. Maar we zouden toch graag die regels liever willen hebben dan op een wat vrije, improviserende, anarchistische manier afspraken maken over hoe het gaat met onze paspoorten, met onze rijbewijzen, met onze belastingaangifte. We zijn dol op regels en we zijn dol op het invullen van formulieren. Natuurlijk, we zeggen allemaal dat we dat haten, maar toch tegelijkertijd besteden we een heel leven gehoorzaam in ziekenhuizen, in universiteiten, aan het invullen van volstrekt overbodige formulieringen. Diezelfde David Graeber heeft een mooie uitdrukking voor bureaucratie. Hij zegt, het zijn eigenlijk ways of organizing stupidity. Dus de bureaucratie is een manier om stomzinnigheid te organiseren. En wat belangrijk is dat hij daar nog aan toevoegt, en ik lees dat citaat graag even. Zelfs als een bureaucratie om volstrekt welwillende redenen in het leven wordt geroepen, zal zij altijd absurditeiten voortbrengen. En u kent ongetwijfeld allemaal veel voorbeelden daarvan. Het fundamentele probleem van alle bureaucratische maatschappijvormen is het probleem wat de meeste samenlevingen altijd achtervolgt. En dat is om een balans te vinden tussen individuele vrijheid en collectieve solidariteit. Daar waar de individuele vrijheid top is, leidt het algemeen belang daar meestal onder. En waar het algemeen belang op de voorgrond staat, wordt er meestal nogal wat afgedwongen op de individuele vrijheid. En daarom wilde ik graag besluiten. En dat is een beetje een bevooroordeeld besluit, omdat ik een leven lang jazzmuziek heb gespeeld. En van harte geloof dat in die muziek toch een oplossing zit van het probleem van de absurde bureaucratie. En dat is namelijk omdat ik graag zou willen voorstellen dat we de jazzband zien als een model voor een samenleving waarin we op niet-bureaucratische manier met elkaar omgaan. En waarom is dat? Omdat de jazzmuziek en de jazzband een balans heeft gevonden tussen aan de ene kant individuele vrijheid en aan de andere kant de collectieve solidariteit. Je bent solist in een band en als solist heb je een maximum aan vrijheid. Je kunt al je gevoelens en al je ideeën tot uitdrukking brengen, maar tegelijkertijd ben je wel afhankelijk van het collectief, van de rest van de band. En naarmate die collectiviteit beter functioneert en meer solidair is met jou, word jij als solist beter. Maar als je als solist heel goed speelt, dan heeft dat ook weer een werking op het collectief. Het collectief wordt er ook beter door. Dus er is een wonderlijke soort van wonderlijk samenspel tussen die vrijheid die je hebt als individu en de solidariteit van het collectief, die niet zonder elkaar kunnen. En vandaar mijn aanbeveling. Ik denk dat u er goed aan doet wanneer u kinderen hebt of weet van mensen die kinderen hebben. Dat u vraagt of die kinderen geïnteresseerd zijn om naar een muziekschool te gaan. Om daar te leren spelen in een jazzband. Omdat ze door te spelen in een jazzband leren dat je meer vrijheid hebt. En dat die vrijheid waardevoller is naarmate je beter ondersteund wordt door je vrienden.